You know, if the apple doesn't fall far from the tree, you can grab it very easily. Hey ouders, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw Survivor Island. Zoals jullie zien ben ik weer samen met de enige echte Rody Sykens. The one Hallo. And only, the one and only. We gaan weer verder waar we de vorige keer gebleven waren. En volgens mij waren wij hier aangekomen en hadden wij... We hadden hier al geslapen, toch? We hadden hier al wel geslapen, ja. Ik zag wel eten. Er komen allemaal gas hier, Die zijn er nog steeds. Maar, we gaan nu gewoon op zoek naar een nieuwe plek, of in ieder geval een vette plek waar wij ons eigen fortress ding kunnen neerzetten, toch? Zeker, zeker. Dus zullen we even een bedje meenemen dan? Ja, doen we, doen we. Hier. Ja, hij ligt er ook eentje. Ik heb twee. Nice, ik heb ook twee. Okay. Ja, zo voelen we het niet, jezus. Moet hij naar beneden of naar boven? Dan weet ik niet meer. Naar beneden volgens mij, hè? Volgens mij naar beneden, ja. Oh, jij creeper. Auw. Nice. Auw. Een enderpearl. Nice. Cool. Wat kun je daarmee? Dan kan je mee teleporten. Oké. Okay. Die kan je gooien en waar die neerkomt, dan val jij dus ook neer. Nee, maar ik denk misschien naar beneden of zo. Daar waar het licht is, dan zijn we in ieder geval een beetje veilig. Dan weten we niet wat er allemaal gebeurt. Oké, okay, dan gaan we hier naar beneden. Prima, prima. Kijk, hier hebben we iets. Wee, wat hebben we hier voor gekheid? Wat is dit hier allemaal voor gekheid? Dit moet wel weer iets zijn. Oh, je kunt hier naar binnen. Ik kan wel naar binnen. Oké. Okay. Ja, dit is een nether portal. Oh, oh, chest! Wow! Cool. Oh, loot, loot. Oh, kunnen we hier... Moeten we... Maak dat ding eens open. Heb je alles geloot nou? Je loot gewoon meteen alles. Ja, sowieso. Op boven pot zo. Ja. Nou, daar zit niks in. Tjonge, jonge, jonge. More, more, I want more, I want more. More. Nou, dat is al een soort van mini treasure ding. Ja, zat er veel in, of niet? Er zat... Even kijken. Enchanted Book in. Lapis Lazuli Oor. Iron Oor en Coal Oor. Oké. Okay. Maar, de vraag is, gaan we hier naar binnen? Ja, volgens mij doet hij dat. Dan gaan we... Dat is een goeie inderdaad, dat is een vraag. Dus volgens mij deed hij niet op deze map. Nee, volgens mij doet hij niet. Nee, het gaat niet werken. Nee, jammer. Was een mooi idee, maar... Helaas, helaas. Helaas ja, dan gaan we terug naar buiten. En dan gaan we gewoon naar boven. Ik hoop dat het snel licht wordt, want we hebben altijd dat het echt super donker is. Ja, maar het ding is, we zitten beneden, gewoon helemaal beneden. Echt, wat ben je ergens? Wow, oké, je gaat dingen spannen. Wat ben je ergens? Hierboven? Naar boven. Oh, ik dacht dat hetgene was waar we net waren. Ik weet niet wat voor spanner dit is. Oh, zo'n witch. Die spannen witches binnen. Zijn we er klaar voor? We kunnen nou niet meer naar binnen. Ja, oké, wacht. Ik ga naar binnen, jij blijft buiten. Want dit ding, dat ben je gewoon trapped, hè? Oké, wacht. Openen. Oké, jij blijft buiten. Ik vind het spannend. Ik vind het zo spannend. Is het lang op te minen om dat ding te hakken? Was dat er nog iets speciaals? Hebben we nog iets speciaals? Ja, we hebben wat potions en zo. The fuck it. Oh, er zitten hier wel knopjes. Ik kom gewoon naar buiten toe. Ik help jou. ik help jou. Ik assisteer jou gewoon. Oké, we gaan dus nu. Even kunnen we. We kunnen naar boven. Oh, ik ben al naar beneden gegaan. Oh! Ik heb een giant voor one hit. Oh kut, skeleton. Oei oei oei. Ik heb even geen zin om te vechten. We gaan hier gewoon naar boven, jongens. Jongens? Met alleen maar mij, hè? Nee, jongens, dit zijn ook de kijkers. Ook de kijkers. Ja, alleen jij en ik hier. Heb je een schep dan? Nee, maar ik heb een zwaard. Een zwaard en alles. Ja, maar dan gaat hij wel kapot van. Ja, ik heb toch nog 4 andere zwaarden. Oké. Dus in dit soort situaties dan mag dat. Ja, oké, dat is waar. Dit zijn uit zijn noodsituaties. Dus ik zie al licht. Tenminste, ik zie al dat we naar boven kunnen, dus... We gaan hier gewoon via het water zwemmen, Tom. Wow. Swimming in the... Water. Niet in the rain. Swimming in het water. Oh, boven zit iets. Een creeper. Oh jee, pas op jongen, gek. Die valt op je hoofd. Wow. Wow. Wow, ik viel gewoon bijna naar beneden.
Oh, ontweken gewoon, hè. Gewoon, appetee. We gaan gewoon bovenlangs. Het is in ieder geval weer dag. Dat is zo mooi. Wat ben je ergens? Oh, je bent daar. Ik kom eraan. Nee, top, hè. Weet je wat ik wil? Ik wil gewoon een huisje maken. Alleen, het probleem is, ik wil niet in deze jungle blijven hangen. Nee, we moeten gewoon uitkomen. Kijk, we gaan hier omhoog. Kijk, hier kunnen we omhoog. Oké, prima. Oh, ik voel de lucht al hier. Oh, creeper. En skeleton. Oh. Klim hier gewoon die boom in. Klim die boom in. Ik weet alleen niet hoe ver te kunnen. Wacht, ik hak. Oh, gek. Hey, ja. Ik heb twee anderhalf uitje, gek. Oh, fuck. Oké, even opletten. Dit is Potion of Strength, Instant Damage, Instant Health. Deze kan ik even consumen. Ja, dat mag zijn. Hé, hey, daarboven is een huisje of iets. Of een boomhut. Zie je dat, helemaal boven die boom? I don't know. Die kant daar. Oh, daar. Inderdaad. Let's have a look. At the treehouse. Let's make a bridge. Over hier. Over hier? Let's make a bridge. Let's climb. To the treehouse. Yes, let's climb. Let's climb up the En laten treehouse. We de cat out of the tree looken. Oeh. You know, if the apple doesn't fall far from the tree, you can grab it very easily. Hey, ze kan ik er niet bij, jongen. That's your problem, bro. Oh, man. Hier, hoppatee. Vatten. Er is er eentje. Ja. Let's cut these grasses and enter the treehouse. Maybe it's the house van Peter Pan. We don't know. Oh, we are in the clouds. Wow. Wacht. Wat is dat daarboven? Waarboven? Wat is dat daarboven? Waarboven? Voor de achter. Wow. Dat is wel nice, hè. Hey, maar ik ga hier gewoon, ik ga deze treehouse ga ik infiltreren. Ik ga gewoon naar het dak ga ik erin. Wow, recht op een kistje. Wow, een torch, een waterbottle. Ik ga eens even lopen door. Oh ja, sorry. Kijk maar wat erin zit. Ik kan niet door, wacht even. Ik moet iets weg. Hak het bovenste blokje weg. Ja, ik niet, oh, kun jou kut. Niet slaan. Oh, kut. Loop jij naar achteren, achter. Ik kan niet naar achteren. It's a trap! Oh, kut. Dit is echt bullshit. Dit is echt grootste on... Wacht. Oh, kut. Hak hem naar beneden, ja. Hak naar beneden weg. Waar beneden? Naast de kist. Ja, ga even weg dan. Ga naar achteren. Loop naar achteren. Ik denk dat jouw haar gaat raken, man. Ja, hakken gewoon. Oh. Ja, nou kan ik hakken. Oké, nou, wacht daar. Ik probeer ongeveer even naar te lopen. Ik weet wel ongeveer waar je zit. Ja. Dan zijn wij denk ik zo weer terug. Ja, dat gaat weer een half uur duren natuurlijk. Oh, zombies. Hey Tom, zombie. Ik ga even proberen al jouw spullen. Ja, ik zie je zo. Ja, is goed. Lukt het allemaal of niet? Kun je het vinden? Ja, ik kan het vinden. Ik ben nu bij die brug... ongeveer, ook een beetje laggy. Ik ben er aan. Ja, ik ben even ondertussen wat... Oh crap, ik val bijna beneden. Oh, volgens mij zie ik jou, ja. Oh, nice. Oh, ik was even wat eten aan maken. Ik heb jouw spullen trouwens in die kist gegooid. Oh. Maar dat had je al gezien. Ik zie het. Ja, wordt dit trouwens onze nieuwe outpost hier? Nee, ik heb het wel gesloopt. Ja, so what. We zitten wel hoog. Weg van de monsters zo. Dat zeker. Ja, we kunnen hier wel even die badge neergooien, zodat we in ieder geval hier een nieuwe spawn hebben. Zodat we in ieder geval straks niet weer 300 kilometer terug gaan komen. Precies. Doodgaan. Dat is op zich wel een goeie. Ik kan nog niet sleep at night. Nou, dan moeten we sowieso even wachten tot het nacht is. Ja, dan gaan we even wachten tot het nacht is, toch? Ja, laten we even wachten tot het nacht is. En, gaan we slapen. Dan zijn we zo terug, dan skippen we hem even. Zo! Slapen! Lekker slapen. Nou, daar zijn we weer. We hebben in ieder geval weer een nieuwe spawnplek. Oh, ik spawn gewoon in het boom. Ja, ik ook. Hey, trouwens, als we nou die badge kapot maken... Dan ben je die dingen kwijt. Dan ben je de spawn kwijt. Oké, dus die laten we staan. Ik heb nog één bed in ieder geval. Gaan we naar beneden? Ja, welke kant wil op? Naar die grote toren daar. Ik wil... Gaan we naar de grote toren?
Of gaan we eerst de dingen doen, hoe heet dat? De bootreis. De bootreis. We moeten eens een bootje maken. Een bootreisje. Ik kom wel naar je toe. Oh ja, ik zie het strandje al. En ik zie een huisje, dat betekent... Ah, en ik zie een hekje. Nee, het is toch niet te spawnen, hè? Sowieso wel. Oh, crack. Ik ga sowieso even scouten. Auw. Ja, fuck, dit is gewoon een spawn. We zijn gewoon helemaal teruggelopen. Wat is dit voor omgang? Oké, okay, waar ben jij? Waar ben jij? Ik ben een stukje gewoon richting het water gelopen. Ik zie jou. Nou, dan zeg ik, we maken een bootje en we peren gewoon, echt, we gaan gewoon helemaal naar de andere kant van deze wereld toe. Bootje maken, we peren hem hier. Ik heb hem net gewoon hartstikke hard weg hier. Helemaal klaar hier, helemaal klaar ermee. Zo. Take the boat. Bootje, later. So long, gay boys. Nee, ik vind echt niks aan, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, ik ben ook helemaal klaar. Hé, je moet, wat doe je nou? Wat doe ik wat? Ja, jij botst tegen mij aan. Ja, jij botst tegen... Ozo, nee. Ik rij voorop. Wie botst nou tegen wie aan? En nou rij je voorop, ja, maar... Godverdomme, zeg. Niet zo, hoor. Ik word helemaal weer helemaal hier toe. Ik had volgens mij hier al een crafting table gemaakt. Nee, toch niet. Ik heb helemaal verkeerd. Ik kan deze bed... Oh, ik heb weer een nieuw bedje. Ik heb weer even twee nieuwe bedjes. Oh jee. Ik crash gewoon mijn kant gewoon in de zijkant hier. Oké, mooi man. Waar ben je nou? Crafting? Ja, ik ben nog in het dorpje, maar ik kom er zo aan. Bootje fixen. Up. Zonder van al het hout. Zonder van al het hout, Rody. We denken een beetje aan de natuur, hè. Opletten. Godverdomme. Moet niet zomaar tegen mensen aanbotsen. Die bomen, hè. Die bomen, die kunnen er ook niks aan doen, hè. Dat hout verspilt voor niks. Hij heeft zeker gestemd op de partij van de bomen. Zeker. Partij van de bomen, inderdaad. Huisje. Oh mijn god, ik rij gewoon tegen een lilypad aan. Ja, ik ook, maar ik buts gewoon erheen. Ja, ik niet. Oppassen wat je doet, moet ik niet tegen lilies aan rijden? Kan gewoon niet. Nou, ik kom eraan hoor, ik heb weer een bootje gemaakt, mijn derde alweer. Naartoe. Ik zie jou. Rechts naar boven. Nigga. Er komen zombies en zo naar jou toe. Nou, dat is niet normaal, want ik zit boven jou. Oh. Arm, andere kant. Omdraaien. Hallo, gek. Omdraaien. Niet zo, hè. Gewoon omdraaien als ik zeg. Komen er zombies daar? Ja. Jezus. Ik ben watje. Je bent godverdomme een echte survivalaar. Nou, ik ben er al hoor. Een vriend. Hop. Wow, Daredevil. To the max. Hier, joh. Waar ben je nou dan? Ik moet gewoon die trap binnen. Wow. Jezus, hoe ver moet ik? Wow. Sterf. Kut creeper. Wacht nou eens op mij, joh. Ja, hey, ik ben hier heel die shit aan het kleren. Dat jij veilig naar boven kan. Ik doe het wel zo. Ik zet hier ook nog een skeleton in. Oh, fuck. Zombie. Ah, nog een zombie! Nee, fuck op. Oh, er is nog een zombie komt, hè? Dan word ik helemaal gek. Ik ben boven. Oh, dit is wel echt best wel een vette plek, moet ik zeggen hoor. Spawn Villager. Nou, op zich is dit wel een toffe main base, zeg maar. Mooi uitzicht. Oh crap. Valt hier helemaal mee, deze man? Zit je al in die, wel al in die... Ja, er komen allemaal creepers en zo. Van boven. Ja. Survival expert Tom. Die gaat jou helpen. Wow, daar is die hoor. Kom maar mee. Moet even hier uitkijken, want hier heb ik zo'n kutstukje. Hup, hier zo. Dat je niet te hard loopt. Dit was zo, dat heb ik niet gedaan. Nou, welkom, dit heb ik net gebouwd. In die tijd dat jij allemaal dood bent gegaan en dat soort omgaan heb ik hier iets heel moois gebouwd. Ik ga alle spullen even hierin droppen. Nou ja, ik vind het op zich wel leuk einde hier. Ja, ik ook. Ik heb hier nog een extra chest, die gooi ik er ook neer. Dan zeg ik, zal ik hier... dat is wel een heel rare plek. Ik had hem eigenlijk... Oh, dat komt zeker dat een matje eronder ligt. Heb je nog een chest? Ja, die zweeft hier naar boven. Wow. Slapen. Dat is zeker helemaal zwart. En dan worden we de volgende aflevering wakker. Toch of niet?
Wacht, ja. Wacht, wait for it. Nou. Gaan we vanaf hier gaan we dan verder in de volgende aflevering. Gaan we ja, zeker. Een nieuw avontuur in de Zwijf Eiland. En we kunnen eigenlijk wel zeggen dat het nou echt wel een beetje officieel begonnen is. Want ja, het begin was echt wel survival, maar nou gaan we echt bouwen. Ja, we moeten gewoon echt een huisje gaan bouwen. Ja, echt een huisje. Maar er zitten zoveel vette dingen hier. Daar zie ik ook alweer iets. Maar goed, we gaan het vanaf hier houden. Als jullie nog dingen weten ja, van we moeten dit en dit uit gaan proberen, laat die weten in de comments. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende Survival Eiland.